allemaal, welkom bij deze speciale video over autisme en over mij. Mijn naam is Stefan. Ik ben heel blij dat ik ineens heb gehaald. En ik ben net terug van de afscheidsreceptie van de burgemeester. Volg je op Instagram en Facebook, dus check vooral die. Dat gaan we in deze nieuwe video. Vergeet even niet te abonneren op het kanaal, dan heb je ook veel leuk vinden. Ik ben nu thuis, ik ben op bed en mijn ouders zijn nog wakker. En ik kan niet toch op de kamer met mijn broer slapen, vind ik een beetje minder fijn. Ja. Boeien, ga ik weer vloggen. Dus ja, dat wil ik wel zeggen. Nieuwe huisgenoot, hoe is die? Het is een jonge man van 18 jaar. Hij woont ook bij ons in Wageningen. Best een knul was het. Hij is best aardig. Dus dat. Weet ik ook niet over zeggen. Gewoon tof gozer is het. Goed klik met hem, dus dat is wel mooi. Dus dat is wel mooi. Klik geweest vandaag. Ik heb net zelf gemaakt met de burgemeester, van Thomas en ook. Ik heb op Facebook gezet. Ik heb hem erin getagd. Ik hoop dat hij gaat liken. De beste kerel. En ik hoop dat hij een goede tijd heeft. Als hij iets anders gaat doen. In ieder geval. Dus dat is een beetje mijn update voor nu. Ik ben helemaal niet zo moe eigenlijk. Ik heb heel veel energie, ik heb het ook typisch Pepsi Cola op vandaag, vanochtend en vanavond. En mijn vader is samen met Els toe geweest. En ze zijn ervoor het einde van de wereld te kijken. Dus ik heb te vloggen voor jullie. Gewoon dat kan. Dus dat is heel tof. Het is later, ik weet het. Het is bijna weekend. De meeste mensen hebben al weekend, mijn groep heeft ook een huisgenoot weekend. Charlotte heeft al weekend. Dus kan ik uitslapen morgen. Heel veel mensen kunnen uitslapen. Ik weet niet, ik moet gewoon werken morgen. Ik heb een keus. Maar ja. Er zijn mensen die voor mij moeten opstaan. Die ook moeten werken en zo. Dus ja. Maar goed, de video over autisme. Ik heb nog jullie geüpdate over afgelopen avond. Dat het leuke avond was, ik hapjes en drankjes. Mooi foto's gemaakt door mensen. Leuke mensen gesproken. Goed, de video over autisme, ik ga hem nu vertellen. Ik kan nergens zitten. Ik ben nu 24. Veel meegemaakt. Ik zit over 5 trouwens. Ik woon in de woongroep, Cielo. Daar gaat prima om aan het wonen. Gaat dan prima. Veel gesprekken gehad en zo. Vorige week nog goed gesprek gehad met mijn begeleiding. En ik vlog veel. Ik film zodat ik gewoon een beetje een overzicht kan maken. En dat ik gewoon kan vertellen waar het me gaat. Ik heb een baan dat mensen wat denken. Dat ik het niet mag doen. Of dat ze het saai vinden. Of dat ze het eventueel irritant vinden. Of even wat. Ik moet altijd eens weer los terugkijken. Dat ga ik ook zo meteen even doen. Met ik vlog zo lekker. Het maakt me helemaal niet uit, ik ben ineens zeker over deze, of geen dag, dat maakt me niet uit. Komt ook te weinig upload, maar ik probeer echt elke dag, ongeveer elke week te uploaden. Vanaf morgen tot met zondag heb je weekendvlogs. Wie hoeft jullie ook om te lijn? Morgen. Morgen aan het zaakje in de hand kijken, zoals wat chill. Ja. Dus. Over autisme. Kijk, in je hoofd is het heel vol. Je moet elke dag moe van alle prikkels indrukken van activiteiten. Je sport veel, je fietst veel, je doet veel dagsteen, je werkt keihard. En dat is allemaal moeilijk om te gaan. En je moet altijd mensen hebben om over te kunnen praten, over dingen. Belangrijk. En dat kan ik ook, gelukkig. Maar soms. Zit even tegen, of een trigger, of een valkuil, moet je toch doorheen. Met mensen altijd blijven praten. Ik heb in 5 jaar al geleerd dat ik een begeleiding heb, ouders heb mee te praten. Als ik er op door zit, een oplossing zoeken. En ik woon met goede schrikken Wageningen, dat sowieso. En ik heb al een beetje moeite met mijn autisme, maar af en toe dat ik gewoon heel moeilijk op sociale plekken moeilijk kom. Maar ja, weet je, we hebben allemaal onze eigen beperkingen, we hebben allemaal onze eigen dingen. En ja, dus.
Ik heb in 5 jaar heel veel geleerd. Zelfstandig geworden. Ik koop nu elke dinsdag. En de rest van de week doe ik de kamer schoenen. Ik hoop veel kamer opruimen. Ik heb al afgelopen dag de kliko's gedaan. De kliko's aan de weg gezet. En de kliko's weer opgehaald. Ik moet morgen nog even de afval zal ik even doen. Morgenavond. Even kijken mijn ouders slapen. Zo'n weekend, jongens. Gaat hard zo, hè? Tja. Voor de rest, ja. Het leven met autisme valt af en toe niet mee. Ik heb ook medicijnen die ik op tijd moet innemen. Dat doe ik niet echt. Ik kan er niet echt aan als ik er eerlijk ben. Dat is niet zo netjes van mij. Maar ja, weet je. Ik kan wel overal aanpassen. En ik kan wel altijd zeggen dat ik dingen niet kan. Maar ik moet ook in mezelf geloven. Ik weet ook dat ik sommige dingen wel kan. Ik ga voortaan meer vloggen. Ik ga voortaan er meer uit. Of een stukje wandelen. Of aan het eten zitten. Of weet ik veel wat. Ik ga leuke vlogs maken. Ik vind het niet meer over elkaar saaie vlogs. Maar ik ga ook een beetje wat actiever worden. Wat meer energie te hebben. Meer energie drinken. Meer energie innemen. Ik probeer dat ik meer energie heb. Dus dat ga ik sowieso doen. Ik zit nu 5 jaar in Wageningen. Ik werk met 9 jaar. Dat komt cool. Ik werk met plezier. De mensen en dieren begeleiden. Dieren verzorgen, veel lammetjes. Komen goed met Boemaans praten, met collega's, medewerkers. Schoonmaken het ook prima. Ik heb er heel veel dit schoon te maken afgelopen jaren. Ik was een paar hoedavonden gehad vroeger, een aantal weken geleden ook. Maar nu gaat het gelukkig stukken beter. Het gaat veel beter, ze mogen trots op zijn. En ik ben trots op wat ik doe en wat ik ben en wat ik heb en wie ik ben en wat ik doe. Ja, we mogen allemaal zijn. We zijn mensen met autisme, met beperkingen, wat dan ook. We mogen gewoon trots op elkaar zijn. Ja, toch? Dus dat zal ik ook iets ook vertellen in deze video. Ik denk toch goed, het is zo. Het is een korte video over autisme. Tot slot wil ik even zeggen dat ik heel trots op jullie ben. Die mij nog steeds geabonneerd zijn op mijn kanaal. Oh, sorry. Mijn vlogs kijken. Mijn video's kijken. En ja, heel blij met jullie. Abonnees. Dus ik ben mijn ouders thuis. Daar staat mijn fiets buiten. Het is laat. Ik heb een hele goede avond wensen, goede nacht wensen. Morgen werk ik een nieuwe video. En morgenavond. En zaterdag en zondag. Ik kom graag weer online en ik zal straks altijd op deze plaatsen. Dan zie ik me voor een video. Like en abonneer. Like en abonneer. Je mag deze video delen met iedereen. Mag van mij. Je mag abonneren. Maar ook je vrienden. Laat vragen om te abonneren. Ik hoop dat er 100 abonnees staan voor mij, dat zou tof zijn. 100 abonnees ga ik speciaal zijn. Doe. Fijne avond, zie ik voor een video. Je kunt, bijna.